Ja, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin we deze week natuurlijk weer diverse items voorbij gaan zien komen. Ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier allemaal. Goedemiddag, ik ben Betty Hiwat, moeder van twee kinderen. En ik ben hier in de wijk Oude Westen al jaren als vrijwilligster actief. Tegenwoordig in het huis van de wijk, van de WMO Radar. En ik wil voor de kinderen hier in de wijk opkomen, want je weet, de kinderen zijn de toekomst. En er is heel veel armoede onder heel veel gezinnen hier. En daar wil ik voor opkomen. Dus stem op mij, plek 2, wijkraad Oude Westen /Dijkzicht. Mijn naam is Muzaffer Durmaz. Ik ben ook kandidaat voor wijkraad. Ik sta op lijst nummer 4 en ik ga voor veel meer groen in het Oude Westen. Wijk Dijkzicht en Oude Westen is een pareltje van stad Rotterdam. Samenwerking in de wijk vind ik het allerbelangrijkste, want met buurtbewoners bereik je alles. Zoals schoon en veilig verkeer in de wijk. Dat doe je samen natuurlijk met de buurtbewoners. Kinderen zijn vol met talenten hier. Het is wel belangrijk, ook voor iedereen die hier wonen, dat ze zich heerlijk thuis voelen. Stem op mij. Muzaffer Durmaz, lijst nummer 4, wijkraadkandidaat. Ja, dit is wel. Hallo, ik ben Amina Ali Hussein en ik sta in de lijst nummer 8 als wijkraad. En ik wil graag meedoen in deze wijk waar ik woon zelf in deze wijk. Mijn doelstelling is eigenlijk over jeugd. Ik wil graag iets doen voor de jeugd in de wijk. Omdat ik ben de toekomst van morgen. En het gaat over veilig in de wijk. En ook, ik wil graag allemaal scholen in de wijk. Ontbijt en lunch moeten gebracht worden of gemaakt worden op school. Omdat er zijn veel kinderen die hebben geen genoeg thuis. En daar is beter als kinderen krijgen ontbijt op school. Dan kan kinderen ook concentreren op school. En dat is wat ik ga concentreren en doen in deze wijk. Om de wijk mooi te maken, we willen graag jullie ons ondersteunen. Voor iedereen die zit in de lijst. En maak heel goede keuze voor jezelf. Ik ben Marjolein Masselink. Ik sta op de lijst voor de wijkraad van Dijkzicht Oude Westen. Als kandidaat. Dus het wordt nog spannend op 16 maart of ik gekozen ga worden. En ik vind het belangrijk om in de wijkraad te gaan, omdat het een democratisch orgaan is. En als je je stem kunt laten horen als wijk, moet je hem laten horen. En ik ga vooral letten of de Koolsingel ook luistert naar zijn bewoners. Of we genoeg groen in de wijk krijgen. En of bewoners betrokken worden als er nieuwe plannen komen. Hallo, ik ben Paul Klaasens. Ik woon hier al dik 40 jaar in de wijk. En ik ben ook al die jaren al actief. Voornamelijk bij de actiegroep, maar ook op de speeltuin en op allerlei andere plekken. We hebben al die jaren dingen gedaan, dus ik ken de wijk heel erg goed. Ik ben kandidaat voor de wijkraad en mensen vragen dan mij, wat ga je dan doen? En dan kan ik wel gaan zeggen van een mooie groene wijk en een veilige en een fijne wijk, maar dat zegt iedereen. En dan gaat het volgens mij niet om, het gaat niet om wat ik wil, het gaat om wat jullie willen. Dus wat ik ga doen, ik ga voornamelijk luisteren, met jullie praten en luisteren. En dan ga ik pas bedenken wat samen met mijn zes andere mede wijkraadsleden
Wat voor adviezen we daarover gaan uitbrengen? Ik ga het zelf niet verzinnen, moeten jullie zelf doen. Ja, de keuze is reuze. Het staat alweer bijna voor de deur. Het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. En voor het eerst dit jaar ook erbij in het Oude Westen de verkiezingen voor de wijkraad. Gaat u stemmen dit jaar? Tuurlijk. Ik ga altijd stemmen. Kijk, als je niet gaat stemmen, dan heb je ook geen recht om iets te zeggen. Dat klinkt mooi en heel overtuigend als u dat zo zegt. Beetje brutale vraag misschien, maar weet u al op welke partij u gaat stemmen? Ja, dat weet ik. Ja. Gaat u ons natuurlijk niet zeggen waarschijnlijk. Nee, dat ga ik niet doen, nee. In ieder geval niet rechts. Okay. Gaan we een beetje gokken. Nee, de eerste keer voor de wijkraad ook. Belangrijk? Ik denk het wel. In het verleden hebben we de... hoe heet dat ook alweer? Ik ben het nou alweer vergeten. De deelgemeentes gehad. Maar dat was een veel te groot gebied. En de wijkraad die gaat alleen over het Oude Westen en Dijkzicht. En dat vind ik toch een kleiner gebied waar zijn eigenheid is, waar je meer kan doen, volgens mij. Samen hebben we moeten kunnen doen om iets gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld het vergroenen van de wijk. Allerlei dingen die niet gebeuren en die eigenlijk wel zouden moeten gebeuren. Ook met de hele klimaatverandering. Dat je ook moet zorgen dat er mensen zijn die ook daaraan meewerken. En ook bedenken van hoe kunnen we dat gezamenlijk oppakken en hoe kunnen we dat doen om het voor elkaar te krijgen bij ons ook in de wijk. Want heel vaak worden oude wijken worden gewoon vergeten. U heeft een beetje het idee dat het eigenlijk aan het lot wordt overgelaten. Nou, soms wel ja. Ik heb soms ook dat mensen van de gemeente, want kijk hier in het park bijvoorbeeld. Mensen van de gemeente die komen dan kijken, die zeggen dingen toe en verder gebeurt er niks. Dan komt er een nieuwe gemeenteraadsverkiezing, komen ze weer kijken. Zeggen ze ook weer dingen toe, gebeurt er weer niks. En dan denk ik van, moet je daar dan op vertrouwen? Ik snap er helemaal geen bal van. Nee, terechte opmerking inderdaad. Er zijn ook altijd zwevende kiezers. Wat zou u hen willen adviseren? Mensen die misschien denken van, nou, moet ik het nou wel of niet doen? Nou, ik heb dat in het verleden ook wel gehad. Want ik woon hier in een flat en... Toen wist ik ook van mensen die dus altijd maar kanker en weet ik wat allemaal. En die heb ik ook wel zo ver gekregen dat ze wel gingen stemmen. Want als je niet stemt, dan kan er ook niks anders gebeuren. Je moet wel mensen hebben die erachter staan en die er ook een steentje aan bijdragen. En met stemmen kan je toch wel een heel... Het is er maar één, maar als je met z'n allen bent, maakt het ook veel groter. Vriendelijk bedankt voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Ga je je stem uitbrengen? Ik ga stemmen, ja. Ik ga stemmen. Weet je al waarop? Ja, is een beetje lastig misschien. Ja, ik weet eigenlijk ook waarop ik ga stemmen, maar ja, dat blijft een beetje privacy. Ja. En wat zijn voor jou nog belangrijke punten waar je in de wijk bijvoorbeeld graag verandering in zou willen zien? Veiligheid, groen. Dat ze meer met de ondernemers meedenken. Dat is eigenlijk zo'n beetje. Net pas toen ik jou zei. Ik hoop alleen niet meer dat wij ellende meemaken. Gaat u nog stemmen voor de verkiezingen van de wijkraad? Ja, zeker ga stemmen. En heeft u een beetje een idee dat er iemand is die hetgene waar u voor staat dat een beetje kan behartigen? Nog niet. Gewoon nog even een beetje verdiepen en kijken hoe of wat. Ik ga nog denken. Maar u gaat in ieder geval wel uw stem laten horen? Ja, zeker. Vindt u dat belangrijk ook, dat mensen hun stem laten horen? Ik denk belangrijk. Mensen moeten goed denken en goed kiezen. Goede voorbereiding is het halve werk. En daar gaan we verkiezingen, let op, komt weer lockdown. Nee, daar de verkiezingen, komt weer lockdown. Natuurlijk wil ik gaan stemmen, alleen ik heb me nog niet helemaal verdiept erin. Ik wil dat nog gaan doen.
En ik vind het sowieso wel interessant dat de bewoners zich kandidaat kunnen stellen voor de wijkraad. En zeker als je dan voor je buurtje wil opkalifateren. En als jij, ik weet niet, je hebt jezelf niet verkiesbaar gesteld, denk ik, hè? Maar als je zelf verkiesbaar zou zijn, wat zouden dan onderwerpen zijn die je absoluut in zou willen brengen? Ik heb altijd een soort, iets met ouderen. Want dat vind ik toch iets kwetsbaarder dan welke groep dan ook. Dus daar zou ik me wel voor willen inzetten. En wat zou je nog willen zeggen tegen de zwevende kiezers? Want die zijn er ook ieder jaar, mensen die twijfelen van ja, moet ik überhaupt wel stemmen? Is het belangrijk om je stem te laten horen? Het is absoluut belangrijk om je stem te laten horen. Anders gaat je stem verloren en dan mag je niet klagen, vind ik. Dat rijmt. Precies. Ja, ik hoorde het net ineens. Ik denk die gaat. Dit is haar huisnummer, denk ik. En is het dus niet. Misschien kunt u iets vertellen over uw werk hier voor Ruilpunt. Het is een vrijwilligersorganisatie en wij mensen kunnen lid worden en dan moeten ze dan kunnen ze hun huishoudelijke spullen brengen en die krijgen dan krijgen ze een puntje en dan komen de andere leden en die kunnen kiezen wat of ze daar iets leuks tussen vinden en dan kunnen ze dat kopen met hun punten. Hoe mooi is dat? En ik hoorde je net zeggen mensen moeten lid worden. Hoe kunnen ze dat precies doen? Langs te komen met hun identiteitsbewijs. En dan schrijven ze in, dan krijgen ze een pasje. Kan het zo laten zien als je wil. En dan kunnen ze met het pasje worden ze geholpen. Dan gaat alles in de computer, zodat het nagekeken kan worden. En dan weten we precies hoeveel punten iedereen heeft en welke naam. Hoe lang bent u zelf eigenlijk al actief bij het Ruilpunt? Nou, ik woonde hier in Rotterdam en daar had ik een dochtertje. En toen kwam ik hier als klant. Daar heb ik me ingeschreven. En dan kwam ik hier mijn babyspulletjes uitzoeken en kinderspelletjes en zo. En toen ging mijn dochter naar... toen gingen we verhuizen. En toen ben ik een paar jaar later weer eens teruggekomen, want ik had nog steeds mijn punten. En toen was ik nog welkom. Ik stond in het systeem, dus ik kon zo doorgaan. En toen later ben ik lid gaan worden. Zei ik, nou, dan ga ik ook wat terug doen en dan ga ik jullie helpen. Met de Ruilpunt is veel maar vroeger daar. Kun je zeggen, houdt zeggen dat op dit moment? Ja, tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd. De volgende keer zijn we natuurlijk gewoon weer bij jullie terug. Bezoek ons via de website www.oudewesten.tv. En vergeet ons niet op social media te checken. Facebook, Twitter en Instagram. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.